Yo, medegamers, jullie checken weer een van de vlogs van De Spelbreker. We spelen nog steeds The Division en we gaan een van de extra missies doen. Of nou ja, eigenlijk de main missions. Woning van Amherst. Ik ben heel erg benieuwd naar deze missie eigenlijk gewoon. Ik ben gewoon samen met Melvin gaan we hem doen. Het is voor de Medical Wing. Je hebt drie verschillende dingen eigenlijk die je wil gaan researchen tijdens de Division. In je hoofdkwartier. Medical Wing, Security Wing en de Tech Wing. En dit is een van de extra missies voor de Medical Wing. En dan kun je die gewoon gaan uitbreiden. Kan je daar bepaalde power-ups van krijgen. Verschillende vaardigheden en abilities. Talenten, dat soort shit. Nou, dat willen we dus gewoon. Klaar. Dus let's do it. Ik zie dat we in het begin lekker moeten gaan breachen. Nou, dat doen we met de grote sawgun. Die ik in een van mijn missies heb geloot. Oh, ik lig bijna op mijn rug, Mel. Oh, ja. Ik lig op mijn rug, Mel. Oh, de heals. Oef. Zo. Ik kan dodge all day, jongen. Er zit een sniper ook. Ja, sniper. Ik ben een stukje naar achter gegaan, Mel. Waar we wel echt achter zijn gekomen is dat de game echt far from easy is. Op het moment in ieder geval. Het is een level 14 missie, zag ik net staan. En we zijn nu level 14, dus eigenlijk zouden we het gewoon wel moeten gaan halen. Maar er is wel wat tactic voor nodig. Veel schuilen, veel je wapens upgraden vooral, zodat je wat maximale damage gaat halen. En yes. Oké, ik ben low. Ik heb een van de heals heb ik als mijn ability staan. Ik zie dat Melvin helemaal vol is, dus die gebruik ik gewoon alleen voor mezelf nu. Ik ga een stukje naar boven, Mel. Er zit hier een kistje boven. They haven't burned the place down yet, thank God. Zie ik dan linksboven met een minimum staan. Even kijken. Niet iets wat we nodig hebben, helaas. Ik heb beneden wat hulp nodig, man. Ja, ik ben er wel. Gooi ik mijn turret naar buiten. Oh. Dus ik heb het gezicht voor. Oké. Let's breach it. Dus je ziet, zie je boven de enemy zie je onderdrukt staan. Dat betekent dat hij doorheeft dat hij onder vuur ligt. En helemaal met die shotguns doen ze dat redelijk snel. En dan blijft hij in cover zitten. Wat dan weer de mogelijkheid biedt voor je teammates om dieper erin te gaan. Dus met dat te gaan houdt Tom Clancy wel echt zijn naam hoog. Dat je echt wel tactical shooters kan. Ik zie een sniper, Mel. Ja, die komt zo wel. Ik had nog ook kleren, yes. Stukje voor stukje. Want er zit ook weer een gele eindbaas daar, hoor. Oh ja, de gele mannetjes die zijn echt extra sterk. Je hebt soms zeggen, eerst gewoon rood. Dan krijg je, fuck. Dan krijg je paars en dan krijg je geel. Dus dit is wel even heavy. Ik ben bang dat hij gewoon naar binnen gaat komen, wel. Mag hij doen, die jongen. Turf staat heeft niet. Heeft hij dat even verdiend, hè, als hij de hamer mag Ja, zeker. Ik heb het gedaan. Ja hoor, daar staat hij hoor, de fucking hul. Kijk hem even staan joh. Jeeeee, vreten kreng. Trapt van dat ding kapot. Trapt even de turret kapot. Oh, daar gaat hij. Oh ja, kijk, hier hè. Lekker hoor, Mel. Blijf bij me staan. Behalve dat ik heal, doe ik ook een damage booster mee. Dat komt dus omdat we de medical ring hebben geüpgrade. Dat zijn wel de dingen die je gewoon moet gaan doen. Medkit gebruiken. Wat was dat? Was dat een kistje met loot of? Die is top. Die is veel. Mooi, dat heb ik nodig. Sniper in de achtergrond. Ah, yes. Ik heb hem. Oké, nou dat was deel 1 in ieder geval. Maar van deze grote missies zijn we wel gewend dat er uiteindelijk echt een gigantische eindbaas gaat komen. Echt wel major events die je moet gaan overwinnen. Ik heb een militaire AK gevonden. Hey. Gaan we. Hey, vind je deze video nou leuk en wil je meer van de Division of andere shooters zien? Zeker deze video even liken. En hou alles in de gaten, jongens. Veel updates. Hou de Twitter in de gaten. Weet je wanneer ik online kom op mijn Twitch? Just keep going, zoals Vela al zegt. Als Commander-in-Chief, hè?
Waar jij daar zitten, man? Ik moest even naar achter voor de neet. Gooi je een turret? Hun hoofd. Ik schiet die turret van hun kapot. Kijk, en dat doet die paarse enemy. Dat herken je aan dat moersleuteltje wat erbij zit. Dat betekent dat die dat soort shit doet. Turret spelen. Staat hij in de fik. We kunnen mooi even vuur op hem openen. Dat doen we ook goed. Lekker. Lekker om wel. Waar staat er een kistje hierboven? Oh nee, een tasje. Een energiebar. Een energiebar. Lekker. Wel, hier achter ons staat wel nog een kistje, zie ik. Ja, dat is een refill als het goed is. Nee, er staat ook nog een echt kistje. Oh, maar nu... Nee, hij is niet weg. Even kijken, dat herken ik aan mijn minimap, aan dat logootje wat erop staat. Ja, ik zou niet eens willen weten hoe je dat noemt, dat logootje. Een handtas of zo. Kijk eens, hier, zo leren jullie nog wat, hè. Hoppakee, kistje open. Yes, handschoenen. Ik ben een hele fucking pleurcent gelopen voor handschoenen. Blauwe? Nee. Not even, not even. Dan loop ik naar boven, hè. Je hebt gelijk, man. Have a look around. It might have been looted, but whoever was in there probably wasn't looking for documents or hard drives. And if you get lucky and find Amherst there. Jij bent het gebouw in gelopen naar boven? In, so I can ask a few. Wat zei je? We won't get that lucky. We never do. Well, I can dream. Wordt op de Twitch gevraagd door Jorik hoe lang ik al speel? Ja, ik speel vanaf 12 uur gewoon, hè. Lekker, lekker bezig. Ik heb wel eventjes natuurlijk... Ja, tot 12 uur 's nachts zijn we bezig geweest, tot 5 uur 's ochtends. En dan vanaf 10 uur weer verder gegaan, hè. Ja, fucking dedicated gamer hier, jongens. Dedication. HBO kit. Die hebben we wel nodig, denk ik. Hup, alles doorzoeken. Ja hoor. Evacueer het bedrijf. Ik denk dat die deur open wordt getrapt door Thor zelf gewoon hoor. Die komt gewoon met zijn hamer en dan komt hij die deur doorgeblaft zo direct. Let op. Ik denk dat we gewoon weer verder moeten. Ja, hierboven. Kom eens hoor. Ja, ik ben nu naar boven aan het klimmen. Oh, wow. Huts bedoel ik. Heerlijk hier ook even vanaf een hoger gelegen gebied even het vuur op zou leggen. Hup, grenade op zijn eigen smoor. Ik zag dat hij hem ging gooien, dan geef je hem een goede schop. Zo, hoppakee. Lekker hoor, jongens. We doen het weer. Ja, inderdaad. Het gaat eigenlijk best wel goed af. We hebben moeilijkere missies gehad tot nu toe. Nou hebben we het afgeroepen, hè? Nou gaat het komen, hoor. Nou komt Thor echt. Nou komt gewoon even gewoon grote hulp. Hoppakee, met die hamer uit de fucking Valhalla. Ik ga het gebouw in. Ja, ik denk dat we daar ook in moeten. Waarschuwing, geen terugkeergebied. Oh. Oei, dit wordt het, hoor. Dit wordt het. Restock, alweer? Ja, dat doet het expres. Om iets om op terug te vallen, ja. Oh, jezus, man, jezus! Ah, nou komt het hoor. Bommetje erin. Turretje erbij. Kill hem maar. Sniper rechts bovenin. Of links bovenin. En maar grenades blijven gooien. Voor dit soort momenten hebben we ze. Oh, hoppakee. Trippeltje hoor met die nade. Zag je hem? Wel snijpje boven. Ja, ik ga ietsjes door. Ik ga ietsjes doorpoetsen. Ja, maakt ze een uitzondering. Speciaal voor ons, hè? Wij zijn speciaal.
Hey. Zo, lekker wel, lekker wel. Die schiet even zijn special ability met een bommetje. Ah, ik verwacht toch echt nog wat hoor. Ik ook. Ik denk dat hij hier echt het gebouw zo direct uitspringt. Ik zal even dat ding opgooien. De package. Package? Ja, hier wel. Exact evidence. Ja. Clear out the remaining cleaners. Oh. Nou. Misschien wordt hij dan toch wel redelijk easy. Ik verwacht nog iets hoor. Nee, ik verwacht nog iets. Hup, even die zaak weer uit het stof trekken. Kom dan, kom dan met je... Ah, weet je wat, ik ga hem gewoon halen. Ik ga hem gewoon halen. Hier, die sniper, hier al! Fijn die sniper, lekker hè die sniper! Heb een gezicht vol gestout. Oh, oh. Ik word echt ergens door geraakt, maar ik weet niet door. Achter ons zit er één. Ja. Oh, oh, what the fuck, ik viel neer. Ah, nee! Ah, nee! Kut man, ik ben ook echt helemaal de grond ingeschoten. Oh... Kutzooi! Ah, Melfi heeft gelukkig maar rug. Hoop ik. Oh, ik weet niet hoe lang het duurt, zo. Oh nee, hij is geel! Dat is een gele, joh! Hero. Reload, reload! Ik ben een beetje dom erin gegaan, maar... Dat is ook echt niet de way dat je dit spel moet spelen. Wat? Paas ook, joh. Jezus. Ze zijn er weer helemaal klaar voor, hè? Zo. Ze hebben me gehoord, hoor. Ze hebben me gehoord van het is klaar nu. Is dit toch wel een easy missie? Matse flats. Dat is wel de eerste keer dat we naar zo'n gele staan en dat je het overleeft, jongens. Dat is geen tip, hoor. Als je dit spel gaat spelen, ga niet naar zo'n gele staan, want dat is meestal gewoon een endgame. Is die echt een gast met een pistool, joh? Oh, Ronan, daar is die, hè? Daar is die. Rogan. Rogan, sorry, Rogan. What the fuck, what the fuck? Die turret uit het raam gooien. Nee, doe met je mee, hier dan. Oh, ik zet hem gewoon neer, hoor. Yo, wie is dat dan, joh? Wie is dat voor fucking clown? Ja, kijk, en nou zit hier achter het muurtje. Ja, hier. Gaan we halen. Laatste flats, dacht ik al. Missie volbracht. Heerlijk, jongens. Beetje loot erbij. Ding. Ding, Gretz. Oh ja, level 15. Lekker, hoor. Kijk, zoals je ziet, meerdere voorraden voor de medische vleugel. Wapentalenten worden nu eventjes gekald. En dat kun je zeker ook in de andere video's gaan zien. Wapentalenten, talents, abilities. Wil je meer weten? Hou alles even in de gaten. Niet alleen de vlogs. Laat eventjes kort zien welk wapen ik heb. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Even kijken hoor. Oh nice. Ik heb echt een van de wapen met 5600 damage. Ja, en eentje met talents erop. Dat is echt wel de shit hoor. Die laten we gauw zien.